Eerste Hulp Bij is de podcast voor en door jongeren van de Bibliotheek Maas en Peel en Omroep PNM. Elke maand gaan we in gesprek met jongeren over een actueel onderwerp. Dit keer Eerste Hulp Bij, jongeren en de politiek. Jongeren en politiek. Het is altijd een onderwerp waar ook vaak over gesproken wordt en gepraat wordt. En staan er voldoende jongeren op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, hier aan tafel allemaal kandidaten en allemaal jongere kandidaten. Welkom Misette van Rooij, kandidaat voor het CDA. Bram van Duppen van de VVD. Aan deze kant Job Wijnands van PvdA GroenLinks. Wouter Hunnekes van D66 en Sanne Hemkes van Lokaal Peelermaas. En we hebben nog een verbinding met Imme Ambaum. Zij zit in Amsterdam, maar ook politiek betrokken. Jij staat niet op de kieslijst, toch, Imme? Nee, ik sta niet op de kieslijst. Wij organiseren een jongerendebat in de gemeente Bezel. Ja. Eerst naar jou. Waarom vind je het zo belangrijk om politiek betrokken te zijn? Of in ieder geval daar iets mee te doen? Nou ja, ik denk dat de toekomst van de gemeente en dat die bij de jongeren ligt. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat jongeren binnen de gemeente worden betrokken bij de lokale politiek. En dus ook in gesprek gaan met lijsttrekkers, met leden van de partij. Zodat we ook een beeld krijgen van wat jongeren willen binnen de gemeente. Ja, want jouw vader zit wel in de gemeenteraad, hè? Mijn vader zit inderdaad wel in de gemeenteraad. Ja, en komt dat daardoor ook dat je interesse hebt voor de politiek? Deels. We krijgen natuurlijk thuis wel bepaalde dingen uit de politiek mee die mijn vader dan vertelt. En ik vind het gewoon heel interessant wat er speelt binnen de gemeente. En hoe jongeren in verband staan met de politiek en hoe zij betrokken worden bij de politiek. En ik ben van mening dat daar nog te weinig aan wordt gedaan. Ja. Ik ga het vanavond over hebben hier aan tafel. Bram, hoe ben jij betrokken geraakt? Is het bij jou ook met de paplepel ingegoten? Nee, niet echt eigenlijk. Ik was wel van jongs af aan al geïnteresseerd in de politiek, maar dat was meer de landelijke politiek. Ik vond het, toen ik op de basisschool zat, nog heel interessant. Ik vond debatteren heel leuk. Dus dat bleef altijd wel een beetje in mijn achterhoofd zitten, zonder dat ik daar heel veel mee heb gedaan. Tot een jaar terug, toen ik lid ben geworden van de VVD landelijk dan. En wat was de reden om lid te worden? Nou, omdat ik voor mezelf het gevoel had dat ik er iets mee moest gaan doen. Ik wist alleen nog niet zo goed wat. En ik heb toen gewoon de keuze gemaakt om in ieder geval lid te worden. En vervolgens ben ik gaan kijken hoe ik dat lidmaatschap kon invullen. En wat het kon betekenen. Of dat lokaal was. Of hoe ik iets kon betekenen in elk geval. En daar ben ik met mensen over gaan praten. Van de VVD en Peelermaas dan. Toen raakte ik eigenlijk vrij snel heel geïnteresseerd. En ik was eigenlijk wel verbaasd over hoeveel dingen de gemeente beslist die direct invloed hebben op mijn leven, zeg maar, als inwoner van Peelermaas. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. En ik vond het ook belangrijk om volksvertegenwoordigers, in ieder geval jonge volksvertegenwoordigers, in die raad te hebben. Omdat het gewoon een goede weerspiegeling moet zijn eigenlijk van de bevolking. Mm. En de jongeren maken daar natuurlijk een heel groot deel van uit. Dus ja, zo doen eigenlijk. Ja. Ging dat ook zo bij jou, Job? Ik herken heel veel hiervan en bepaalde dingen natuurlijk ook niet. Wat niet? Toen ik echt politiek actief was, was eigenlijk het moment dat ik een zomer eigenlijk als studentenbaantje ging werken op het industrieterrein in Venlo. Bij een van de logistieke dozen die dat industrieterrein rijk is. En dat ik daar toch een beetje schrok van de omstandigheden waarin dat arbeidsmigranten die daar werken eigenlijk werden en gehuisvest, maar ook naar het werk werden gebracht en ook daar werden behandeld als nummers. Nou goed, daar werd ik op dat moment eigenlijk boos, giftig van. En uit dat gif ben ik toen politiek actief geworden voor de PvdA. Om onder andere ervoor te zorgen dat we en beter nadenken over de economische keuzes die we maken in de regio. Maar ook dat we opkomen voor goede arbeidsomstandigheden, goede huisvesting. Niet alleen voor arbeidsmigranten, maar voor iedereen in PvdA. Dus het is een heel concreet onderwerp waar, waardoor dat eigenlijk gestimuleerd wordt om actief te worden. En daarna kom je inderdaad in de fractie terecht en krijg je pas eigenlijk echt de bewustwording van hoeveel impact heeft de gemeente eigenlijk op de inwoners? En ik kan inderdaad wel beamen wat Bram zegt, dat het vrij groot is. Ja, we hadden net aan de keukentafel erover. Misette, ik kan me voorstellen, jouw moeder zit nu in de gemeenteraad, ja, dat er ook wel veel thuis over gesproken wordt en dat het ook wel een onderwerp is waar je over dan gaat nadenken.
Ja, absoluut. Ik denk ook dat... ik weet wel zeker dat een mam de reden is... dat bij mij toch de liefde voor de lokale politiek een beetje is gegroeid. Wanneer begon dat? Toch al 1 jaar of 5 geleden. Toen mam zelf gevraagd was door het CDA en ermee bezig was. Mijn ouders hebben mij wel altijd geleerd van... verdiep je in de politiek en ga stemmen. Dat is dan zo'n korte periode dat je ermee bezig bent. En vanaf dat mam ermee begonnen is, is mij wel echt opgevallen of heb ik gemerkt hoeveel invloed de lokale politiek heeft op alle inwoners van de gemeente. En ja, de jeugd is de toekomst, dus daar wil ik me absoluut voor inzetten. Zijn de jongeren daarvan voldoende bewust, denk jij? Dat denk ik niet. Nee, en daarom ben ik ook heel erg blij dat ik de kans heb gekregen nu om mee te doen. En dat ik toch mijn steentje bij kan dragen aan de bewustwording onder de jongeren over wat de lokale politiek kan betekenen voor de inwoners van Pelamaas. Ja. Sanne, jij zit al een tijdje in die lokale politiek. Ja. Jij zult natuurlijk hetzelfde erkennen dat... de gemeente veel invloed heeft in die lokale maatschappij. Zeker. Ik denk dat veel mensen, en buiten jongeren ook eigenlijk heel veel mensen die niet betrokken zijn, zich niet heel goed bewust zijn van wat er allemaal wel beslist wordt. We zien de fracties, zeg maar. De echte bekende, belangrijke dingen, die zien mensen voorbij komen. Maar heel veel dingen gaan denk ik ook echt langs mensen heen. En dat is zeker bij jongeren zo, maar ik denk over de hele brede lijn dat sommige dingen die... De grapjes worden vaak gemaakt. Hè? We hebben het over de stoeprandjes en we hebben het over de... we hebben het over veel meer dingen dan de kleine basale zaken waar mensen het soms over hebben, denken dat we het over hebben, zeg maar. Ja. We hebben het ook over de toekomst van een dorp. En ja, Mizetta zegt het goed, de jeugd heeft de toekomst. Dus laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat ze iets meer betrokken raken. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij zijn hier allemaal, we zitten hier bevlogen, we zitten hier met een doel, we zitten hier met... Wij weten waarvoor we het doen en we weten ook waarvoor... Niet de doorgaans jongeren, denk ik. Nee, of wel? Nee, zeker niet. Ik bedoel, als ik naar mijn eigen vrienden in de groep kijk, dan... zeker niet. Ik bedoel, die vinden het allemaal leuk wat ik doe, maar die weten dat ik het doe vanuit een passie. Net zo goed dat zij passies hebben, maar zij snappen dat niet. Maar net zo goed dat ik hun ook wel eens vertel van, je hebt het ook hierover. En dat ze denken, oh, dat is gek. Maar hoe hou je ze betrokken? Ja, ik denk, we moeten het niet te vaak over jongeren, maar ook met jongeren hebben over de gemeente en over de politiek. Want als je over ze praat, dat gaat ook mis. Daarnaast, die groep is heel groot. We hebben tijdens het jongerendebat gehad over wie zijn nou eigenlijk jongeren. Die groep is zo groot, zo divers, zoveel verschillende meningen en verschillende interesses ook. Ik denk dat je, dat moeten we... En dan moeten we het met ze erover hebben. Wat is voor hun belangrijk? Wat moeten we voor hun doen? Je betrekt ze door ze erbij te betrekken en niet door het alleen over hun te hebben. Ja, ja, ik zie jou knikken, Wouter. Ja, volledig mee eens. Want ik ben nu een jaar politiek actief en ik ben nu een jaar lid van D66. En ook vooral de jongeren mogen een duidelijke stem hebben in de gemeente. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu op de kieslijst sta. Want ik heb het gecheckt, 6 of 7% van de gemeenteraadsleden is onder de 30. En dat is me veel te weinig, want ik vind de gemeenteraad moet ook een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. En dat is dan nu onvoldoende. En jongeren betrekken, dus ik denk niet makkelijk, want sommigen vinden het ook niet interessant. Dat kan je ook wel zien, want 50% of 40% stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Terwijl ik vind dat de belangrijkste verkiezingen zijn van, die we hebben. Nog niet dus 50% hier, 48%. En bijvoorbeeld bij de ouderen is het volgens mij 80% die dan stemt bij de gemeenteraad. En bij jongeren is het echt gewoon heel weinig, omdat ze denken van... dat ze niet zoveel invloed hebben in de gemeente. Wat dan ja. Ja. Ben jij daarom ook lid geworden van D66? Ja, dat is de reden ook. En niet de enige reden, maar ik vind van dat jongeren echt een duidelijke stem mogen hebben in de lokale politiek. Want de jeugd is de toekomst, wij zijn de volgende generatie ook. Zijn we allemaal clichés, hè? De toekomst, volgende generatie. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja. Het is natuurlijk ook wel de vraag hoe je het gaat doen. Hoe je ze erbij betrekt en bereikt, hè? Nou. Ja, dat zeker. Want ik vind ook dat bijvoorbeeld als we dadelijk in de gemeenteraad komen, de raad gaat over zijn eigen agenda. Ik vind dat ook alle inwoners, of jongens of oud, dat zij onderwerpen mogen agenderen op de agenda van de raad. Want daar gaan we gewoon zelf over. En dan kunnen ook jongeren het onderwerpen die zij belangrijk vinden, hoger op de agenda krijgen van de raad. Maar ik vind ook dat raadsleden ook meer
mogen verdiepen in wat er speelt bij de jongeren. En het zijn niet zo'n abstracte thema's die ons bezighouden. Het zijn echt gewoon best wel grote opgaven zoals de woningcrisis, goed onderwijs, gelijke kansen voor iedereen, uitgaansvoorzieningen voor jongeren. Het zijn niet echt hele abstracte onderwerpen, maar juist best wel concreet. Mm-hmm. Misette, jij wilde reageren? Ja, ik wilde zeggen, ik merk nu toch wel dat tijdens het voeren van campagne praat je er natuurlijk ook veel over en ook veel met leeftijdsgenoten. En hoe meer je er eigenlijk over vertelt, hoe interessanter mensen van mijn leeftijd het vinden. En hoe vaker ze denken van, oh, toch best wel, best wel leuk. Er zijn veel dingen die gedaan worden bij de gemeente en die je ook voor elkaar kunt krijgen als je je ergens hard voor wilt maken. Ja. Dus ik denk dat gewoon door echt contact te hebben met jongeren en interesse te hebben in jongeren, dat je wel ze er ook meer bij kan betrekken. En daar zeg je een heel goed punt, want het begint denk ik al heel vroeg, ook al op het bouwens, denk ik. Want ik heb gecheckt bij Noah. Hij zat hier een paar weken geleden met het jongerendebat. Hij is zo'n 18, hij komt vers van het bouwens af. En dan heb je 1 jaar maatschappijleer en daarna houdt het eigenlijk op. En dus niet dat je een keer uit wordt genodigd door de gemeente. Van kom langs in de raad, van hoe dit doen we. Zo gaat het. Dat wordt volgens mij niet gedaan. Dan heb maar ik ook zou nooit je dat willen, door de gemeente uitgenodigd worden? Zo kan je jongeren wel uit betrekken van dit doet de gemeente. Dit zijn de middelen hoe je ook inspraak kan hebben en ook van wat speelt er. En er is ook bijvoorbeeld nu een kinderraad. Waarom is er dus voor de leeftijd van de basisschool, waarom niet ook nog groep 7 ouder? Mm-hmm. Ja. Een jongerenraad. Ja, maar ik denk wel dat jongeren moeten aanspreken en niet De burgemeester de ouderen moet niet in de gemeenteraad. Ja. Maar dat zou toch heel tof zijn als wij ze daar nog rondleiden straks. Ja, de jongeren precies. Ze daar nog rondleiden. Ja. Zo werd het. Dit is ook de reden waarom wij de politiek in zijn gegaan. En deze invloed heb je. En dat wij het dan bijvoorbeeld doen als we erin komen. Ja, ik ben lang blij dat deze discussie langzaam wat concreter werd. Want ik werd net zoals Bart net een beetje moe van al het jeugd heeft de toekomst gebeuren. Nee, maak hem wat concreter, Job. Nee, ik denk dat wat mijn buurman Wouter hier naast me zegt over het, als je een aantal jongere raadsleden krijgt, hopelijk na 14, 15 en 16 april, dat je dan ook. Sorry? Maart. Volgende week al. In april zitten we er dan ook. Ja, dan word je geïnstalleerd, of dus, dan ben je er al precies, waarschijnlijk. Ja. Dan mogen we daar zitten, hopelijk. Dan kunnen we inderdaad dat soort dingen gaan doen. En dat is een van de kanalen waar langs je het kunt doen. Ik denk dat een eerste goede stap is dat er jongere gezichten, zoals ons 5 hier, op die lijst komen te staan. Ik denk dat dat op dit moment redelijk lukt. Ik denk dat het altijd beter kan, maar als je ziet hoe lastig het überhaupt is om kandidaat raadsleden te krijgen, doen we het in Pelemaat op dit moment, deze editie, niet onverdienstelijk. Dus dat is een goede stap, denk ik. Maar het is inderdaad hoe het handen en voeten geven aan de ambitie om meer jongeren te betrekken. Nou goed, wij gaan hier met z'n 5 op dit moment niet het gouden ei leggen, ben ik bang. Maar het is wel iets wat gewoon voortdurende aandacht blijft vragen. En als wij nogmaals hopelijk allemaal erin komen, vind ik wel dat we ook gewoon over partijgrenzen heen daarvoor moeten streven. Ja. Sanne, jij zat 4 jaar geleden ook in die debatten. Hè? Ja. En toen kon ik kan me herinneren dat er een klein aantal, het aantal jongeren was niet zo groot als je nu hebt. Nee, zeker niet. Hè? Er zijn er meer gekomen. Ja. Maar ik denk niet dat het streven moet zien. Niet zijn dat we over 4 jaar. Ja, natuurlijk. De afspiegeling moet gelijk zijn. Dus uiteindelijk moeten we net zoveel jongeren als ouderen in die raad hebben. Ja. De afspiegeling naar de maatschappij en de gemeente moet gelijk zijn. Alleen het streven moet niet van ons zijn dat we straks, weet ik veel jongeren, dat de lijst alleen maar uit jongeren bestaan. We moeten mensen hoeven niet per definitie politiek actief te worden. Maar ze moeten wel bewust worden. Ik denk dat we eerst naar bewustzijn. En als ze vanuit daaruit actief worden, nog beter. Want dan wordt die afspiegeling straks alleen maar beter. Maar we moeten eerst naar bewustwording. Dus inderdaad, met ze praten. Zorg er ook dat ze de goede wegen hebben om te komen. Want Wouter zegt het goed. Ze moeten uiteindelijk ook hun punten op die agenda krijgen. Maar dan moeten ze ook de wegen weten waar ze naartoe willen. Dus we moeten met z'n allen ernaar streven dat iedereen weet. Die gemeenteraad is er voor ons allemaal. En vooral ook voor ons als jongeren. En wij kunnen onze punten erop. En dan gaan we er en dan met hun samen ervoor zorgen dat ook voor hun het belang van de gemeenteraad steeds beter wordt. Ja, ik denk dat, weet je, één punt is, ik denk inderdaad dat
ontzettend veel jongeren vrij politiek bewust zijn. Ik denk ook dat het bewustzijn ontzettend is gegroeid in de afgelopen 2 jaar. Onder invloed van corona. Ik bedoel, iedereen heeft het gezien. En iedereen is wel op een bepaalde manier wat politiek actiever. En of in ieder geval met een bepaalde politieke mening heeft zich ontwikkeld. Maar ik denk dat veel politieke thema's die jongeren boeien de grotere thema's zijn. Het zijn thema's als duurzaamheid of als discriminatie. Of als ook immigratie aan de andere kant van het spectrum. En dan is toch de bread and butter issues van een gemeentepolitiek minder aanspreekbaar voor een generatie jongeren die eigenlijk op dat moment nog, misschien af en toe naïef, maar wel wil proberen de wereld te veranderen. Gaat het meer om landelijke thema's, wat jij zegt, die dan met de Tweede Kamerverkiezingen... Precies, dat zijn hele grote thema's waar op dat moment jongeren in geïnteresseerd zijn en niet meteen zien op welke manier dan een gemeente daar invloed op uitoefent. Ja. Maar lokaal zijn ze er ook die thema's. Ja, want voor een jongere is het, voor een jongere die hier in de gemeente is en hier wil blijven, zijn die grote thema's zijn er ook en die zijn super belangrijk. Maar dat ze hier straks een huis kunnen krijgen, dat ze hier naar hun eigen vereniging kunnen blijven gaan, dat ze hier eventueel hun opgroeiende kinderen naar school kunnen brengen, wellicht in de omgeving een baan vinden waarmee de goede infrastructuur is, waar goede recreatie is, zijn niet per definitie grote landelijke thema's, maar wel heel erg belangrijk om mensen hier te houden, maar ook om ze hier actief te houden. Ja. Even naar jou, Imme. Hoe kijk jij hiernaar? Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk dat... want er werd net gesproken over dus meer jongeren in de raad. En dat zou natuurlijk goed zijn als er meer jongeren in de raad komen. Maar niet iedereen hoeft per se politiek actief te worden. Maar ik denk dat die drempel om lijsttrekkers en leden van een partij te benaderen als jongeren zijnde, dat die gewoon omlaag moet. Want nu moeten de initiatieven vooral vanuit de jongeren zelf komen. Want voor mijn gevoel wordt er in ieder geval binnen onze gemeente te weinig gedaan aan het daadwerkelijk betrekken van jongeren bij de politiek. En het in gesprek gaan met jongeren zelf. En ik denk als die drempel verlaagd wordt, dat jongeren al eerder de neiging hebben om überhaupt gewoon eens een vraag te stellen. Of om informatie te verkrijgen. Of om een mening te delen. Ik denk dat we eigenlijk gewoon de drempel moeten verlagen. Ja, als ik maar vragen heb. Maar heb jij een concrete manier waarop dat wij dat zouden kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld om avonden te organiseren. En dan heb ik het niet precies over een debat. Maar om avonden te organiseren om... in gesprek te gaan met jongeren over bijvoorbeeld bepaalde thema's die spelen binnen de gemeente. En wie weet een ideeënavond om nieuwe initiatieven binnen de gemeente te organiseren. Want er zijn best veel jongeren die willen, maar waar moeten ze aankloppen? Je moet eerst een heel proces volgen. Wil je überhaupt bij een lijsttrekker of bij een gemeenteraadslid, wil je daarbij uitkomen? Dat hele proces moet weer in gang worden gezet. En ik denk als zo'n avonden of zo'n middagen worden georganiseerd, of ook samenwerkingen met middelbare scholen, dat die drempel gewoon een stukje lager wordt. En dat het ook makkelijker wordt om die gesprekken te voeren. Bram, reageer hier eens op. Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk enerzijds dat wij het ook al doen door ons verkiesbaar te stellen. Hè? Ik ken mensen in mijn omgeving en in jullie omgeving. Ja, spreken mij makkelijker aan dan dat ze een ander raadslid wat ze helemaal niet kennen of een veel ouder raadslid zouden doen. Dus ik denk door je verkiesbaar te stellen verlaag je die drempel eigenlijk al, doordat je dan een aanspreekpunt wordt voor die generatie. En op die manier, dan kom je ook weer bij die afspiegeling van de bevolking uit. Eigenlijk zou gewoon voor elke groep, je kunt ze niet helemaal één op één in groepen plaatsen, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende jongeren. Maar eigenlijk zou er gewoon voor elke groep een iemand in de raad moeten zitten in een ideale situatie, zodat elke groep vertegenwoordigd is. Ja. Zodat ze iemand hebben waarin ze zich kunnen identificeren en die hun problemen begrijpt. Dat is denk ik het belangrijkste überhaupt bij verkiezingen. Ben je nu anders tegen de politiek aan gaan kijken, nu dat je er meer betrokken bent? Tegen de gemeentepolitiek, absoluut, ja. Wat is het grootste verschil? Gewoon de hele wereld die erachter gaat. Alles wat er wordt besloten, hoe er dingen tot stand komen, hoe ze worden besloten. Dat waren allemaal dingen die ik op voorhand, waar ik geen idee van had. Ja. Die je dan vervolgens wel, waar je achter komt. En dat vind ik heel interessant. En bij mij is het zo gekomen omdat ik er zelf interesse voor heb getoond en zelf op zoek ben gegaan. Maar ik denk wel dat er veel ruimte is te behalen in het bewustmaken van jongeren. Ja, wat ik nu zeg, hoe die dingen allemaal tot stand komen. En dan kun je ook interesse wekken, denk ik. Ja. Bij in ieder geval sommigen. Sanne, jij zat 4 jaar lang niet in de raad. Maar je hebt toch
wel wat gedaan, hè? Je bent commissielid, hè? Commissielid en fractieondersteuner. Ja, om even te schetsen dat als je niet verkozen wordt, dat je toch nog wel wat kan doen. Ja, dan heeft de gemeente Peel Maas denk ik wel een hele goede zet gedaan door commissieleden of burgerraadsleden aan te stellen. Die daardoor eigenlijk gewoon mee kunnen draaien als eigenlijk raadslid zou ik willen zeggen, alleen net iets andere basis. Je zit daar met de commissievergadering, maar ook daadwerkelijk in de raadzaal zitten. Tenminste, toen dat mocht. We hebben een tijd ook digitaal natuurlijk vergaderd, maar we hebben daar wel gezeten. En ik denk wel dat het heel goed is om ook... ik heb tenminste 4 jaar geleden zat ik er vrij nieuw bakken, zat ik overal. En je weet eigenlijk nog niet goed wat je op je afkomt. Door daar te gaan zitten bij die commissievergadering en te zien wat er gebeurt, wat er besloten wordt. Maar ook inderdaad, Bram zegt, de werkwijze erachter. Wat gebeurt er nou? Want al ben je politiek geïnteresseerd, jij zoekt op, jij ziet, maar je hebt nog niet gezien wat daarachter gebeurt. Maar daar gaat echt wel een grote besluitvorming aan vooraf. En het is echt wel interessant om te zien. En ik denk, voor iedereen die echt interesse heeft om politiek actief te worden, is dat een hele goede opstap richting de gemeenteraad. Mensen, als je niet in één keer gekozen wordt. Ik ben er heel blij mee met de 4 jaar ervaring die ik heb kunnen opdoen. Ja, je hebt even warm kunnen lopen, denk ik. Ik denk wel dat ik nu heel goed weet dat als ik erin kom, als het volgende week, als ik verkozen word, dan weet ik wel wat er op me afkomt. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen, niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen niet heel slecht zou zijn om even te zien. Want ik denk, het is wel veel wat er op je afkomt. Heel leuk, heel goed, goed voor de gemeente. Maar het is goed, voor mij goed geweest om even 4 jaar warm te draaien. Maar veel mensen, denk ik, houden dat ook niet 4 jaar lang vol. Hè? Als je niet wordt gekozen, Misetta, wat ga jij dan doen? Blijf je burgerraad? Ik weet niet of je dat niet 4 jaar lang vol kan houden. Want als burgerraadslid of commissielid mag je dezelfde dingen doen als een normaal raadslid. Ja. Alleen je hebt niet die doorslaggevende stem. Krijg je er wel een vergoeding voor? Dus, ja. Dat wel, oké. Okay. Maar goed, voor het geld hoef je het zeker niet te doen bij de gemeenteraad. Qua uren die je erin steekt. Maar nee. Ik denk, hou je het 4 jaar vol? Ik denk dat het persoonsafhankelijk is of je het volhoudt. Ik denk, als jij eenmaal actief betrokken bent en je vindt het leuk en je hebt een bepaalde drive, dan hou je het vol. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen lastig is als je 4 jaar lang eigenlijk een beetje op de bijrijdersstoel zit en niet zelf aan het stuur mag gaan zitten. Ja. Want je hebt heel lang, je mag meepraten, mensen, in mijn geval in onze fractie, ik mag meepraten, ik mag deels meebeslissen. Maar uiteindelijk als je er zit, als het erom gaat, dan zit je er niet. En ja goed, ik heb dat 4 jaar lang met gemak vol kunnen houden. Anderen hebben daar misschien moeite mee, maar kan ik niet voor praten. Nee. Het zou ook prettig kunnen zijn, hè, als je wel alles meekrijgt, maar bepaalde verantwoordelijkheden niet hoeft te dragen. Mm-hmm. Ik denk dat het altijd een ontwikkeling is voor jezelf en dat je er altijd heel veel van kunt leren. En ik vind het ontzettend knap wat jij hebt gedaan. En ik denk dat het ook heel goed is voor de komende 4 jaar dat je al zoveel ervaring op hebt kunnen doen. Wouter, een stoomcursus voor raadsleden? Om er een beetje in te komen? Dat zou misschien wel handig zijn. Toevallig doe ik zelf ook werk waar gemeente zelf adviseer. Dus ik doe het college of ambtenaar adviseren. En ik sta ook vaker van voor een raad om een presentatie te geven. Dus ik weet ook al deels hoe dat proces gaat en besluitvorming. Maar het is soms best wel taaie kost en ook best wel lastig. En er gaat zoveel vooraf voordat er een raadsbesluit naar de raad gaat. En daar ben je van tevoren niet altijd van bewust. En, een cursus is raadslid. Yeah. Of meer onderwijs of aan de voorkant, hè, op die middelbare school. Wat jij zegt, dat ook dan... Ja, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk allemaal wel maatschappijleer, maar ik zou niet weten of we het toen allemaal hebben behandeld meer. En dat was volgens mij maar een jaar, maar ik vind het wel hele belangrijke stof. En, ja. Want dan wordt het ook gegeven volgens mij in jaar 2, terwijl ik denk, ik kan het misschien beter dan een jaar 5 doen, als je weer een paar jaar ouder bent. Maar onderwijs erover, dat kan denk ik inderdaad geen kwaad. Ja. Job, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden kwam jij met een voorstel, of niet, ook in die gemeenteraad, om jouw jongeren te betrekken. Klopt, dat was op dat moment ons gouden ei. Wat was jullie gouden ei? Toen hebben we een keer een motie ingebracht tijdens de begrotingsbehandeling van Ik Meen 2020, om als gemeente samen om tafel te gaan zitten met jongerencentra en met, moet ik even goed denken, in ieder geval organisatie relateren aan het snijvlak van waar jongeren mee weten samenwerken. Om te kijken of een vruchtbare bodem zou zijn voor het oprichten van een, wat wij toen noemden, een jongerenactiecomité. Waar we eigenlijk dus eigenlijk een soort politiek bewuste, maar ook politiek minder bewuste jongeren wilden oproepen om zich daar te bundelen. En het college en de raad gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
Nou goed, die motie is toen zeer nipt aangenomen. Mede dankzij steun van het CDA. Dus nog steeds merci daarvoor. CDA is echt altijd voor jongeren. We hebben ja, altijd nee. Al jongeren op de lijst ja. Gehad. Dus. Ja, ja, nee, dat doe je keigoed. Maar in ieder geval, daar is het ambtenarenapparaat toen mee aan de slag gegaan met dorpsoverleggen, jongerencentra. Toen daar is toen van gezegd van ja, we willen het met name uit jongeren zelf laten komen. En om dan een kunstmatig clubje op te richten, is misschien niet meteen het gouden ei. Er is niks gebeurd aan. Ja, dus er is wel wat gebeurd, maar dit is misschien minder vruchtbaar en geboden gebleken dan wij hadden gehoopt. Dus dat is een van de manieren. Kijk, wij proberen iets om zeg maar, die mooie aspiraties om die in een vorm te gieten. En sommige vormen lukken en sommige vormen lukken niet. Nou, dit was geen grandioos succes. Maar ik hoop van harte dat we in de komende raadsperiode dat gouden ei wel vinden. Ja. Ja? Nee, dat was ik dacht je wel nog wat tegen. Nee, dat was okay. Ja, hoe kijk jij ernaar? Net niet het gouden ei, maar ja, wie weet. Misschien zit je er volgende week wel in die raad. Ja. Ja, en dan zit ik er met 26 anderen en dan moeten we met z'n 27 daar iets op verzinnen. Of in ieder geval kijken wat het gouden ei dan wel is. Vind je de taak van de gemeenteraad, de komende gemeenteraad, om daarmee aan de slag te gaan ook? Nou, ik vind wel dat het een punt is waar we aandacht aan moeten besteden. Om heel veel redenen die hier vanavond al allemaal door ons zijn genoemd. Het is gewoon belangrijk dat er jongeren, dat jongeren betrokken raken bij de politiek. En dat om zo die volksvertegenwoordiging zo goed mogelijk te krijgen. Ja. Sanne, als jij over een week niet gekozen wordt, wat dan? Zien we dan wel weer. Ja, ik kan. Op dit moment zitten we zo dicht op die verkiezingen dat iedere gedachte al wel meerdere keren door mijn hoofd is gegaan. Dus we zullen het zien volgende week. Derde op de lijst? Ja. Ja, dat zeggen mensen allemaal. Maar het moet allemaal volgende week nog gebeuren. Ja, het gaat wel natuurlijk over voorkeurstemmen nog. Of niet bij jullie partij? Of maakt dat niet veel uit? Jawel. Ja, ja, de voorkeurstemmen gaan in principe voor. Daarom. Dus ja, ja, ze zijn van belang. Ja. Dus laten we het hopen. Maar goed, ik volgende week zien we wel. De mensen moeten in het stemhokje de beslissing maken. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ze mij stemmen. Precies. Ook dat is een... de volgende pluggelde uitspraak. Ja, schrijf hem erbij. Wouter, hoe is deze tijd voor jou? Heel druk, maar spannend, maar ook heel leuk. En ik denk dat voor ons allemaal geldt, ook campagnetijd, dan spreek je met heel veel mensen en dan leg je bezoeken af. En dat geeft ook wel heel veel energie en je hoort ook de mensen en dan wat er speelt. En dan wil je ook echt zeggen van oké, dat wil ik meenemen. En dan, als je dan gekozen wordt, dan ook echt tijds aan gaan doen. En dat is gewoon een hele leuke tijd en ik hoop het beste resultaat. Maar ja, je weet straks ook hè, in een coalitie of gewoon als partij... Misschien wel een compromis zoeken of iets van vinden. Mag je binnen de partij, volgens mij lokaal, heeft wel afspraken dat je alles mag vinden, ook als het partijstandpunt iets anders vindt, ook op sommige dossiers? In principe zeggen we altijd partijstandpunt, maar er zijn dossiers waarbij we gewoon, dat de fractie dusdanig uit elkaar ligt, dat we het belangrijk vinden dat in ieder zijn eigen mening. Ja. Ja. Daarvoor zijn wij een lokale partij. We hebben een lokale partij met invloeden vanuit links, rechts en midden. Dan allerlei smaakjes. Het is wel alleen 80% van de dossiers dat jullie afzonderlijk stemmen. Dus dat is wel interessant. Dat is niet waar. Dat durf ik zeker op te zeggen dat dat niet zo is. Dus die discussie gaan we hier nu niet aan. En hoe ga jij zorgen, Job, dat je jullie partij ook een beetje verjongt? Want dat zijn nog wel wat grasknarren, hè? Nee, zeker waar. Het zijn zeer ervaren en zeer kundige raadsleden die er zitten. Ja, dat kun je ook zeggen. Ja, nee. Nee, dat is ook zo, hè? Nee, dat is zeker het geval. En nee, natuurlijk. Ik denk, GroenLinks heeft wel een goede jeugdige uitstraling. Binnen de PvdA wordt er hard aan gewerkt. Je ziet ook dat op landelijk niveau dat er toch wel wat acties lopen om ook die partij te verjongen en wat hipper te maken. Want het heeft inderdaad, zeker de afgelopen 5 jaar, een iets wat stoffig imago. Een van de dingen die bijvoorbeeld landelijk de partij probeert, is het oprichten van een PvdA Academy. Waar politiek actieve jongeren uit het hele land eigenlijk zich bundelen om ook met elkaar in contact te komen. En eigenlijk zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen die politiek bewust zijn. Om ook een soort beeld te kunnen geven van wij zijn niet alleen van de meest ervaren, meest kundige raadsleden. Maar ook van jong volk dat ook wat wil. Dus dat is een van de manieren waarop we dat doen. Maar natuurlijk, er blijft een aandachtspunt. Het zal een aandachtspunt blijven voor alle partijen die hier aanschuiven. Ja. Maar dat is een van de manieren waarop dat wij het proberen te doen. Ja. Ben je van de PvdA of de GroenLinks kant? Ik ben persoonlijk van de PvdA-kant, maar zoals je weet, wij zijn het over alles eens binnen deze gemeente. Precies. Nou, maar dat is wel vaak ook in deze gemeente, hè, dat de standpunten niet heel, wel eens van elkaar scheiden, maar vaak is het ook wel overeenkomsten. Ja, dat zie je ook wel.
Nee, maar het zijn net die verschillen die net het verschil maken tussen een sociale gemeente en een minder sociale gemeente. Ja, nou, dat gaan we in het stemhokje beslissen uiteraard. Ik ga nog even naar Imme. Wat geef jij deze potentiële raadsleden mee? Ja, nou ga in gesprek met jongeren. Betrek jongeren bij de politiek. En ik denk ook, we merken nu dat tijdens de campagnes dat wel met mensen in gesprek wordt. Er worden gesprekken gevoerd met de burgers, met de mensen binnen de gemeente. Maar ja, na die verkiezingsperiode is voor mijn gevoel, in ieder geval binnen ons gemeente, worden die gesprekken niet voortgezet. Of ja, in ieder geval op een minder hoog niveau. En ik denk dat we wat we met dus campagne voeren bereiken, dat eigenlijk ook voortgezet zou moeten worden. Ja, in de komende 4 jaar. Dus dat je vaker de straat op gaat om te vragen wat er gaande is in de gemeente. Wat er speelt. En dat dus ook met name bij jongeren. Ik zou actiever zijn op scholen. Ja, misschien ook op social media kanalen. Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat hoe voel ik dit? Dat ja, jongeren zijn de toekomst. Dus jongeren ze hebben ook een stem. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat we met elkaar in contact blijven. En ja, dat hoop ik iedereen mee te geven. Ik denk dat de belangrijkste boodschap van jongeren is dat als jij niet kiest, dan kiest iemand anders voor je. En dat is iets wat we moeten meegeven. Gaan we die onthouden. Dank jullie wel hier aan tafel. Veel succes nog de komende week. En laten we afspreken dat we over een jaar, ongeacht of jullie gekozen of niet worden, hier gaan zitten om te kijken wat er al gebeurd is of wat er al gedaan is. Goed. Dank aan iedereen hier aan tafel. Meer over de gemeenteraadsverkiezingen zie je op omroeppnm.nl of de website van de BIEB. Dit was het. Nog een hele fijne dag verder.